In 2004 is men op de haven in de Doever gestart met een vismarkt waar men verse vis kan kopen, die bij wijze van spreken net uit zee komt. Geen tussenhandel, maar rechtstreeks van de Wieringer vissers. Nu, na 16 jaar, blijkt deze vismarkt nog steeds zeer succesvol. Niet alleen de lokale bevolking weet de weg naar de markt in afslag te vinden, maar ook bezoekers uit Zaandam, Zuid-Holland en zelfs uit Limburg komen ze naar het vissersdorp. Landelijke bekendheid dus voor de vismarkt die als eerste in Nederland dit gebeuren opstartte. Hoe is deze vismarkt eigenlijk ooit ontstaan? Nou, om onze Wieringer vloot te promoten en onze Wieringer vis. Ja, jullie bestaan al sinds 2004, dat is een behoorlijke tijd, hè? Ja, klopt, ja. Het is elke week hier hartstikke druk. Ja, elke week is hartstikke druk. Je kan bestellen en mensen uit het hele land komen hier vandaan om gewoon onze verse vis te proeven. Ja. Is dat jullie voordeel, dat je gewoon kunt bestellen en je weet zeker dat het hier is? Ja, zeker weten. Want dan weten mensen ook dat ze het opkomen kunnen halen, weet je wel. Ja. Wat voor soorten vis verkopen jullie? Ja, bijna alle Noordzeevis wel. Kreevis, tongetjes, scholletjes, alles wat je maar kan bedenken wat in de Noordzee zwemt, dat verkopen wij hier al wel. Hier werken ook allemaal met vrijwilligers, niemand die gewoon betaald wordt. Krijg je elke week die vrijwilligers weer bij elkaar? Ja, meestal wel. Ik heb een app met ze en dan zeg ik gewoon wie is er. En dan reageren de meesten wel van ja, ik ben er. En dan hebben we weer ons ploegje bij elkaar voor de zaterdag. Ja, het is ook leuk om te doen, want hier wordt ook vis schoongemaakt. Je kunt de mensen ook wat leren, hè? Hoe ze vis moeten eten, hoe ze het schoon moeten maken. Ja, zeker. We hebben ook wel een workshop zomers. Kun je gewoon voor aanmelden op de website. En dan plaatsen we gewoon een datum en kunnen mensen zich aanmelden. En kunnen ze gewoon een workshop krijgen van ons visfileren. Gewoon een groot succes deze vismarkt. Ja, zeker weten. Komt u vaak op de vismarkt? Regelmatig, ja. Wat koopt u dan? Vis, vandaag kabeljauw, zeeduivel. Is dat beter dan ergens anders? Waarom komt u precies hier? Ik vind de kwaliteit, verse kan niet. En waar komt u vandaan? Breezand. Oh, is niet zo heel ver weg. Nee. Nou, niet alleen vis wordt hier verkocht, maar ook andere producten zie ik. Ja, wij hebben alle regionale producten, streekproducten. Nou ja, uit eigen streek, als je het kan zien. De Wieringerkoek. En wat mosterdjes en schimmetjes uit de buurt. Allemaal streekproducten hier uit de omgeving van Den Hoever of Wieringen? Ja, in de Waddeneilanden. Als voormalig Waddeneiland hebben we daar veel binding mee. Dus dat is ontzettend leuk om hier te promoten. Ja, daar zijn we. Prachtig jij toch? Ik voel het mes. Je laat de vis schoonmaken? Ja. Kijk, ze zijn daar bezig nu. Ja. Maar, waarom laat u schoonmaken? Doet u liever zelf niet? Nee, klopt. Waarom niet? Omdat het hier veel sneller en makkelijker gaat. Vind je het een beetje gevaarlijk, misschien met de scherpe missies? Of... Nee, dat niet. Het is meer de makkelijkheid. Komt u hier vaak? Nee, niet vaak. Nee. Is het voor de eerste keer? Of? Nee, niet voor de eerste keer. Waar komt u vandaan? Vraag hem al. Zaandam. Oh, Eindweg en helemaal naar Den Hoever toe? Ja, met twee hier van mijn maatjes. Die komen hier vaker. Die komen hier vaker? Ja. Het bevalt u hier wel? Ja. Wat is jouw taak hier? Mijn taak hier is eigenlijk een beetje mannetje van alles. De vliegende kiep. Maak je vis schoon, verkoop je? Of? Ja, eigenlijk alles. Ik spring eigenlijk overal bij waar nodig is. Ik begin eigenlijk de dag wat tijd met de tafel op te bouwen, met de vis neer te leggen. Heb ik tijd over, dan help ik even in de bestellingen. En als eenmaal de klanten op de markt komen, dan kijk ik zelf waar het druk is. Moet de vis op de tafels, dan doe ik dat eventjes. Is het druk bij het fileren, dan help ik daarbij. Bij de kassa en anders help ik hierbij. Ja, het schoonmaken van vis, is dat nog moeilijk? Als je het veel doet, niet. Maar als je het nooit doet, dan is het wel moeilijk, ja. Hij zit u met een flinke scherp mes in de weer, dus ook wel uitkijken geblazen. Ja, je bent zo'n vinger kwijt, of je zit erin, maar je moet wel opletten, ja. Wordt er veel gevraagd om je vis schoon te maken? Ja, best wel, ja. Je hebt wel steeds meer mensen die het zelf willen doen. Die hebben ook een cursus gevolgd hier. Die vinden dat leuk, maar meisjes die komen toch hier naartoe. Komt hij er met een hele emmer? Neemt u zoveel mee? Nee hoor, het wordt alleen kabeljauw en paling. Dat is een hele embreed, er komt de hele bestelling aan. Nee, meestal haal ik hier de vis in. Ja, er moet ook geld binnengevangen worden, hè? Daar zorg jij voor? Ja, ik ben van het afrekenen. Ja, niet altijd, zeg je net. Je doet ook af en toe wat anders, zeker? Ja, ik doe ook vis verkopen. Normaal sta ik bij het vis verkopen. Wat heb jij met vis? Eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik vind het leuk om hier te staan met die jongens allemaal. Het is allemaal vrijwillige baas natuurlijk, hè? Je staat hier elke zaterdag? Ja, elke zaterdagochtend. Je komt een hoop mensen ook tegen natuurlijk. Leuke dingen meegemaakt? Nou, de klanten zijn allemaal heel vrolijk. En iedereen is altijd blij om visie te halen.